Albert Christina, je zegt, ik zei ik heb genoten. Je zei, ja, ik ook. Maar was het ook hoog niveau? Want ik had de indruk van wel, maar ik ben geen kenner, zeg het maar. Ja, het was wel een aardig niveau. Een behoorlijk niveau. Zeker van onze kant, maar af en toe ook wel van de kant van Dynamo. Echt heel veel mooie punten. Hier en daar ook wel een gelukje erbij. Een bal op de voet en die gaat omhoog. En wordt er een setup gegeven en we slaan hem erin. Dus ja, dat is dan genieten om op het moment dat je ziet dat je ploegje ook punten maakt. Want dan ben je heel eventjes soms geen coach meer, ben je gewoon volleyballiefhebber of zo? Ja, je bent wel volleyballiefhebber en het is gewoon zeker mooi om te zien dat wat die jongens kunnen, dat het ook eruit komt. En ja, dan geniet je wel of dingen die waar je gewoon het hele jaar door op getraind hebt. En dingen die je hebt afgesproken, dat ook gebeurt. En dat zijn de dingen waar je als coach aan de kant wel van geniet. Genieten is één ding. Heb je die gasten ooit zo gek zien worden na een wedstrijd? Nee. Het is voor het eerst dat ik met ze allemaal samenwerk. Dus ja, dat gebeurt nu. Kijk, voor een aantal van de jongens is het ook wel een bevrijding om van Dynamo te winnen. Een aantal van de jongens hebben vorig jaar bij HVA gespeeld in Amsterdam. En ze hebben toen de finale gespeeld tegen Dynamo en van 4-0 afgegaan. Dus ze hebben toen geen wedstrijd gewonnen. Dus het is wel een overwinning, persoonlijke overwinning voor ze. Maar ook als team, ja, dat is gewoon wel lekker als je dan die wedstrijd binnenhaalt. Ja, want ik sprak Robin net naar de hand. Maar ja. Die de adrenaline gieren, zo, als je hier wint, weet je wel. Ja, daarom. Kijk, het zijn ook allemaal veel jongens die uit de omgeving komen. Die echt in Zevenhuizen zijn opgegroeid, daar jeugdopleiding genoten. En daarna even hier en daar rondgezwerven en teruggekomen. Dus ja, de verbintenis met de club, met Rotterdam, is er ook heel groot. En ik zal maar niet zeggen dat het een soort Ajax-Feyenoord verhouding is. Maar dat komt wel behoorlijk dichtbij, Rotterdam Dynamo. En dan ga je heen en dan is het hier behoorlijk vol en ze kunnen je aardig gek doen. Ja. Voel je dan een beetje underdog? Of? Nee, absoluut niet. Kijk, het is niet zo dat je underdog... Natuurlijk hebben ze wel thuisvoordeel, maar... Ja, joh, als je wat wil bereiken, moet je overal kunnen spelen. En de zalen zijn overal wel groot en hoog en het is allemaal weer anders. Dus je moet er gewoon voor moeten strijden. En wat is dan mooier om in een volle zaal van de tegenstander met de winsten vandoor te gaan? Daar doe je het wel voor. Dat zijn wel de wedstrijden waar je als topsporter op kikt. Tenminste, ik deed dat wel in mijn tijd. En dit zijn de mooiste wedstrijden, de mooiste overwinningen om binnen te halen. Ja, maar je zegt het zelf, volgens mij werden ze er gewoon sterker van als die begon te jubelen. Natuurlijk, ook van onze zijde waren er toch wel behoorlijk wat mensen meegereisd. En ik zag aardig wat oranje sjaaltjes op de tribune. Dus ja, die supporteren ons ook. En dan is het gewoon lekker dat je wel wat hebt van onze kant om je te ondersteunen. En gewoon heerlijk. Ben je nou favoriet 16 april? Lang Henkel, ja. Ja, favoriet niet. Kijk, die hebben we ook niet voor niks gehaald. Kijk, het is een gevaarlijke ploeg. Het is een ploeg ook met ervaring. Die hebben ook wel een brede selectie. En heel veel kracht, heel veel potentie ook in die ploeg. En we zullen zien, de kansen zijn 50-50. En ik denk, wij zullen sowieso gaan voor de winst. Dat staat altijd wel voorop. Ik bedoel, je gaat niet de finale spelen om te pronken. Je gaat hem spelen omdat je hem wil winnen. En dat willen we zeker. En de tegenstander maakt niet uit. Ik bedoel, kansen zijn 50-50. Voor ons geldt gewoon keihard werken en ons best doen. En laten zien wat je in huis hebt. En als dat genoeg is voor de titel, ja, het zij zo. Maar als dat dan niet genoeg is omdat de tegenstander beter is, dan kan ik ook wel vrede mee hebben. Nou, mag ik dan even dan terug naar het begin van het seizoen? Ik heb je een paar keer gehoord en zei van ja, misschien kunnen we wel meedoen om de bovenste plekken. Ja, heel jonge selectie, geen idee, we moeten groeien enzovoort enzovoort. Ja. Nou, dan is dit gekkenhuis. Ja, dat is een gekkenhuis. Dat zag je ook aan de reacties natuurlijk. Ik bedoel, dat is gewoon een gekkenhuis. Maar ja, we zijn er nog niet. Ik bedoel, voor een aantal is het wel een bevrijding. En ze vieren het misschien wel alsof ze kampioen zijn geworden. Maar ze zijn er wel donder heel goed van bewust. Dat het nog niet gebeurd is en dat er nog steeds wel een aantal wedstrijden te gaan zijn. Hield je er echt rekening mee vooraf? Kampioen kunnen worden? Ja, ik wel in ieder geval. Kijk, als je ziet wat die jongens allemaal kunnen. We hebben een brede selectie. We hebben gewoon echt 11 man die gewoon allemaal kunnen spelen. En die we ook gewoon keihard nodig hebben. En als je ziet de potentie die wij hebben. Ja, dan natuurlijk kun je wel kampioen mee worden. Alleen is altijd wel de vraag van, komt dat eruit? De persoonlijke potentie wat erin zit. Maar ook de potentie als team, hoe gaat dat samenwerken? Hè? Of gewoon de dingen die we hebben afgesproken, of dat ook gebeurt en dat het ook allemaal klopt.
Kijk, dat weet je dan niet. Maar dat de potentie erin zit, dat weet je wel. Dus je stiekem weet je wel van, oké, als dit allemaal goed gaat en die jongens gaan hun werk gewoon goed doen. En ze blijven groeien, ze blijven zich ontwikkelen en ze blijven heel. Dan kun je heel eind komen.